Ik wil graag een herinneringsfilm over Sjoerd maken, omdat ik heel blij ben dat hij onze zoon was. Dat hij toch 6,5 jaar bij ons geweest is en dat we heel veel mooie momenten met hem meegemaakt hebben. Ik vind het ook heel goed voor onze meiden, voor Annemiek, Miranda en Renske, dat ze straks één mooie grote band met allemaal beelden en video's en foto's van Sjoerd hebben. In Ik mis je verzamel ik samen met nabestaanden herinneringen aan een dierbare die is overleden. Al deze herinneringen vormen een film die we samen bekijken. Vanavond de herinneringsfilm van John en Kobi Willemsen over hun zoon Sjoerd. Wanneer ben je voor het laatst geweest? 9 april. De dag voordat hij overleed. Dat was zondag. Ja. Dus dit is voor het eerst? Dit is de eerste dat ik hier ben, ja. Ik zie hem nog lopen. Ik zie hem gewoon nog rollen. Kobi en John kennen elkaar sinds hun jeugd en trouwen in 1991. 2 jaar later is Kobi zwanger van hun eerste kind. De zwangerschap verloopt super. Het is 1 grote roze wolk. En het wachten is op de bevalling. Ik was 2 dagen over tijd. En s'nachts om 12:30 braken de vliezen. En toen had ik zoiets, het gaat gebeuren. En ik weet nog dat ik wel John even heb laten slapen. Dat ik dacht van nou, het wordt toch een lange dag. Laat hem maar slapen. En toen heb ik hem een uur of 3 wakker gemaakt. Van nou, volgens mij word jij vandaag papa. Dat was een hele belevenis. Dan staat echt de wereld stil en denk ik van jeetje, hier komt het. Dit is samen, dit is van ons samen. Prachtig. Wat was Sjoerd voor een jongetje? Een heel gewoon jongetje. Heel leuk, heel vrolijk, heel makkelijk. Eigenlijk een heel makkelijk jongetje. En een tevreden manneke. En een vriendje van iedereen eigenlijk. Wat deed je met hem? Mannendingen. Ja, mannendingen. Stoeien, gek doen. Van kleins af aan al vond hij het toch geinig om knopjes te drukken. En gekke dansen doen. Muziek hard zetten. En dan kon hij inderdaad ook heerlijk helemaal uit zijn bol gaan. En eigenlijk was niks te gek. Gewoon inderdaad, als je mijn papa was het gewoon lekker feest. En de opvoeding kom alweer terug bij de moeder. Wij vinden het alles zo prettig, ja. En daarom zingen wij blij. Hij leven lang, hoera. Sjoerd was een hele makkelijke baby. Hele makkelijke peuter, kleuter. Was gewoon een heel mooi mannetje. En ik was al heel snel gewoon weer in mijn ritme. Sjoerd draaide lekker mee met alles. En ik had echt zoiets van, nou nog eentje. Dat werd Renske, een meisje. Lachen, Becky. Sjoerd, die vond alles prima. Die was helemaal trots op zijn zusje. Steeds vasthouden. En ze hoorden er gelijk eigenlijk ook bij. Ja. Als Sjoerd 4 jaar oud is, verhuist het gezin van Boskoop naar Nieuwekerk aan de IJssel. Maar vlak voor de verhuizing ontdekt Kobi rare blauwe plekken op Sjoerd zijn benen. Nog dezelfde avond gaat ze naar de vervangende huisarts. Die stelt haar gerust. Er is niets met Sjoerd aan de hand. Maar de plekken blijven en Sjoerd ziet bleek en is snel moe. Kobi is er niet gerust op en een week later gaat ze naar haar eigen dokter toe. Nou, de situatie uitgelegd en toch gezegd van, nou, dat we ons een beetje zorgen maakten om Sjoerd. En toen heeft hij Sjoerd even nagekeken en toen zag ik dus dat hij schrok van de plekjes op zijn benen. Ik zag dus aan zijn gezicht dat hij schrok. En toen heeft hij ons ook gelijk doorgestuurd om bloed te prikken. En ik had zoiets van, jakkers, ja, gewoon heel angstig, een bang voorgevoel. Maar s'avonds om 6 uur belde onze huisarts op dat het dus niet goed was met Sjoerd zijn bloed. Dat er dus iets fout was en dat we meteen naar het ziekenhuis moesten in Gouda. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, leukemie. Ja, toch gelijk leukemie. Omdat hij toch zoiets had van, jullie moeten nu naar het ziekenhuis, het is niet goed. Dus ja, toen hebben we Renske naar mijn broer gebracht in Boskoop. En toen zijn we gelijk met Sjoerd naar het ziekenhuis gegaan. En daar kregen we het inderdaad gelijk te horen. Daar werden we opgevangen beneden in het ziekenhuis. En toen werden we naar een kamertje gebracht met de arts die dienst had. En die heeft eigenlijk gelijk gezegd van, nou, we hebben een heel slechte mededeling voor jullie. Het is leukemie. Ja, je gelooft het niet. Je zit echt van, het overkomt mij. Het overkomt ons. En alles flitst door je hoofd. Hoe nu verder? Jeetje, leukemie.
Wat is dat? Hoe ga je daar verder mee om? Overleeft hij het wel? De dag erna, dinsdags, moest hij naar Rotterdam, naar het ziekenhuis, het Sophia Kinderziekenhuis. Omdat ze daar dus toch meer kankerpatiëntjes gaan behandelen. Dat doen ze niet in het streekziekenhuis. Dus toen zijn we dinsdags, is Sjoerd met de ambulance naar Rotterdam gebracht. John ging mee in de ambulance. Dan komt het wel direct al heel snel dichtbij. Dat je niet meer met je eigen auto, met je eigen... Word je eigenlijk al geleefd van, hey, waarom moeten we nou met de ambulance? Ik stap de auto in, zet die jongen vast en ik rijd zelf naar Rotterdam. Maar nee, dat was al de eerste stap dat je denkt van oké. En dat was maar het begin. Ik reed er achteraan in de auto. En ik weet nog heel goed dat ik op de Maasboulevard reed richting het Sophia Kinderziekenhuis. En dat ik echt dacht van hoe vaak zal ik hier nog rijden? Zo van die lange weg helemaal door langs heel die Maasboulevard af. Wat heb je tegen Sjoerd gezegd? Dat zijn bloed ziek was. En we hebben toch al uitgelegd dat er allemaal verkeerde celletjes in zijn bloed zaten. En dat hij medicijntjes zou krijgen om dus die verkeerde celletjes weg te maken, zeg maar. Kijk eens, hè. Hoi, ik zie jou. Sjoerd krijgt chemokuren en het is afwachten of de behandeling aanslaat. Hij moet 6 weken in het ziekenhuis blijven en het is een zware tijd voor het hele gezin. De tijd dat Sjoerd in het ziekenhuis lag, heb ik heel veel echt schietgebedjes gedaan. Van Heer, help ons. Want er komt gewoon zoveel op je af. Er gaat zoveel met je kind gebeuren. Op een gegeven moment zie je gewoon dat hij ook last krijgt van zijn buikje, van zijn darmen. Zijn haartjes uitvallen. En dat je echt zoiets hebt van dat je ook wel bidt om kracht om je kind te begeleiden. En ook gewoon heel veel voor Sjoerd bidden van ik wil hem niet kwijt. We willen hem niet kwijt. Want hij is ons kind. En dat kan gewoon niet. Dat mag niet. Ik wil hem niet kwijt. Zo egoïstisch ben je. Kobi en jij staan verschillend in het leven. Kobi is gelovig, jij niet. Waar heb jij steun aan? Je hebt steun aan elkaar. We hebben steun van vrienden. En samen. De band samen wordt wel heel hechter. Je communiceert veel. Je communiceert heel veel met elkaar. Maar ook veel directer. Je weet precies. Op een gegeven moment voel je de een en ander heel, heel snel aan. Je hebt maar een half woord nodig inderdaad om een hele zin te begrijpen. En wat dat betreft is het geloof echt iets van mij. En John, John is niet gelovig. En John haalde zijn kracht weer uit gewoon heel veel positieve dingen. Die was echt de positieveling en die was echt een maatje voor Sjoerd. Hoe vond Sjoerd het in het ziekenhuis? Hij vond het heel leuk in het ziekenhuis, ja. Toch, hij had gewoon toch heel veel afleiding. Heel veel zusters die gewoon grapjes met hem maakten. De kliniekclowns die regelmatig langskwamen, die gewoon helemaal schitterend vond. Ja, zeg het maar, beste Sjoerd. Dit is Bram en dit is Hout. Ja, toch ondanks, hij heeft natuurlijk wel een aantal keer, was hij ook wat ziekjes door de medicijnen. En dat was wel heel vervelend. Maar eigenlijk was hij dat ook heel snel weer vergeten. Want dan kreeg hij ook weer medicijnen voor dat hij zich weer wat beter voelde. Het was gewoon zijn tweede thuis. Ja, en dat werd het voor ons op een gegeven moment ook. De chemokuur slaat goed aan en met altijd vrolijke Sjoerd gaat het prima. Zelfs de artsen zijn verbaasd over zijn vooruitgang. De behandeling loopt ten einde en langzaam maar zeker durft het gezin weer vooruit te kijken. En dan mag je naar huis. En dat is gewoon ook best wel eng. Want dan weet je van vanaf nu. Vanaf het moment dat het behandelingsschema afgelopen is, heb je zeg maar 5 jaar. En dan wordt een kind genezen verklaard. Dan moet je dus proberen weer het leventje op te pakken. En dat doet de familie. Iedereen geniet. Sjoerd speelt volop met zijn vriendjes en hij gaat zelfs weer naar school. En dan gezinsuitbreiding. Kobi is zwanger van maar liefst 2 dochters. Annemiek en Miranda maken het gezin Willemsen compleet. En Sjoerd? Met Sjoerd gaat het goed. En hij wordt langzaam maar zeker weer de oude. En toen werd hij weer een echt kind. Dat je inderdaad echt je zusjes plagen. En ging weer gewoon niet eten of niet dingen doen. En in het ziekenhuis was het altijd of hij had een wensdieet. Wat inhoudt en dat hij gewoon alles mocht bestellen wat hij wilde eten. Alles wat hij at, dat was allemaal mooi meegenomen. Vanwege die chemokuren raakte ook zijn smaak helemaal veranderd. Maar ja, nu thuis kreeg hij ook gewoon bloemkool. Als de rest van het gezin. En ja,
dat is niet altijd even lekker als kind zeiden. Maar ja, het moet wel opgegeten worden. Ja, dat is, we hadden hem thuis, daar ging het om. En dat is echt een wereld van verschil. Met je grote broer te knuffelen. Wij gaan zo meteen lekker bloemkool eten. Renske, waar ben je? Ja, daar is Renske. Ja, het ging gewoon hartstikke goed. Sjoerd zat lekker op zwemles. Hij zat lekker op school. Hij had weer vriendjes. En ja, gewoon super gelukkig. We waren gewoon super gelukkig. Ja. Maar dan gaat het opnieuw mis. Waar Kobi en John al die tijd al bang voor waren, wordt in januari 2000 werkelijkheid. Na anderhalf jaar lang geen blauwe plek gezien te hebben, zijn de zorgwekkende plekjes op Sjoerds benen toch weer terug. Toen ben ik wel naar de juf gegaan van, joh, heb jij gezien dat Sjoerd zich gestoten heeft? Want hij heeft weer zo'n rare blauwe plek op zijn been. Toen zei ze, nou, nee, ik heb eigenlijk niks gezien. Maar toen begon weer bij mij dat rare gevoel van, het zal toch niet. En toen ben ik ook gelijk naar de huisarts gegaan. En toen konden we ook gelijk 's middags naar het ziekenhuis. En toen kwam er dus uit dat het dus weer leukemie was. Dan stort gewoon alles in. Sjoerd wordt opgenomen in het ziekenhuis en zal nogmaals een chemokuur moeten ondergaan. Maar om te overleven moet hij ook een beenmergtransplantatie krijgen. En dat gaat niet zomaar, want de kans op een geschikte donor is erg klein. 2 jaar daarvoor waren John, ik en Renske getest om te kijken of wij eventueel toen al in 98 al geschikt zouden zijn als donor. Maar we waren dus niet geschikt. En nu werden dus Annemiek en Miranda getest om te kijken of zij geschikt zouden zijn als donor. Want dat was de enige redding voor Sjoerd, een beenmergtransplantatie. Ik weet nog, was iets van half februari. Toen zaten wij op de kamer bij Sjoerd. Zaten we eigenlijk met, ja, John en ik zaten daar met de verpleging. En toen zag ik dus de oncoloog langslopen met een papiertje. En ik zag ze zo zwaaien en een big smile. En toen zeiden ze, nou, het is niet te geloven, maar Annemiek en Miranda zijn allebei geschikt als donor. Ze zijn echt identiek aan hem. En nou, dat is dan zo'n... Ja, dan hebben ze iets van, nou yes, ik heb het al een aantal keer gezegd. Het is echt toch een knipoog uit de hemel van, zie je wel, we hebben ze gekregen om Sjoerd te redden. Maar de meisjes zijn nog te jong voor de ingreep. Pas als ze een half jaar oud zijn, kan de transplantatie plaatsvinden. Sjoerd moet daarom nog een paar maanden wachten. Heel gek. Nou, hele pluk. Laat je haartjes maar zitten, manneke. Hij is aan het lachen. Miranda, wat doet hij nou, hè? Ook dat vond hij ook heel gewoon. Maar dat wist hij ook, dat zijn haartjes eraf zouden gaan door de medicijnen. En dat die ook wel weer aan zouden groeien. Maar daar zat hij ook niet zo erg mee. Maar het was wel, voor onszelf, vond ik het wel een heftig. Dat je dan toch ziet wat er allemaal met je kind gebeurt. Je kind wordt kaal, krijgt een zeer mondje, krijgt een zeer buik. Je hebt toch best wel nare bijwerkingen van alle medicijnen. Door de chemokuur is de weerstand van Sjoerd erg laag. Hij loopt dan ook een infectie op aan zijn longen. Gelukkig mag Sjoerd vaak naar de ziekenhuistuin, waar hij lekker buiten kan spelen. Dus wij naar buiten. Infuuspaal mee, fietsjes mee, alle deuren open, mondkapje voor. Je gaat met je kind naar buiten. Dat is echt een gift, zegt de... Straalt helemaal. En wat hebben we hier liggen? Papa! Ja, meester Rico en je trompetenkaart zijn geweest. Het is de ziekenhuistuin. En er zijn eigenlijk heel veel met Sjoerd geweest. Omdat hij toch weinig beweging had in zijn kamertje. En omdat het wel goed was voor hem om even lekker naar buiten te gaan. Even frisse lucht happen en even lekker bewegen. Wanneer ben je voor het laatst geweest? 9 april. De dag voordat hij overleed. Dat was zondag. Ja. Dus dit is voor het eerst? Dit is de eerste dat ik hier ben, ja. Neem maar even tijd. Ja. Ik zie hem nog lopen. Ik zie hem gewoon nog rollen. Ja.
zie hem nog lang gaan met zijn infuuspaal. Met alle... De glijbaan af. De glijbaan af met zijn infuuspaal, echt. Twee meter extra infuuslang aangelegd. Ja, ja, gewoon lekker buiten spelen. Dan liep ik met een paal buiten en die jongen aan het lijntje. Ja. De laatste keer dat wij hier waren, was hij erbij. En het was zijn laatste middag. Eigenlijk was het gewoon een dag als elk ander. Het was ook helemaal geen voorspelling dat het mis zou gaan. Het was echt in één keer als een flits. We sliepen nog steeds om de beurten bij Sjoerd. En ik ben bij hem blijven slapen. En John ging naar huis en die ging voor de tweeling zorgen en voor Renske zorgen. En dat was de zondag 9 april. Ik deed het ook lang niet elke avond dat ik een liedje met hem zong. Maar ik heb nu wel gezongen. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heer, houd ik deze nacht over Sjoerd, de trouwe wacht. En toen heb ik ook gezegd tegen hem, van wat ik ook niet eigenlijk altijd deed. Van wat er ook gebeurt, papa en mama zijn altijd bij je. En de Heere God ook. En toen is hij eigenlijk lekker gaan slapen. En toen ben ik ook lekker gaan slapen. En toen werd hij s'nachts om 1:30 wakker. Van, hij werd wakker en hij zegt, mama, ik moet spugen. En toen deed ik het licht aan en toen ging die, toen begon hij allemaal bloed te spugen. Je wordt gebeld. Er wordt gezegd van, gaat niet zo goed met uw zoon. Lijkt ons heel verstandig dat hij nu komt. Ik zeg nu, ja, nu. Toen heb ik nog wel gezegd van, nou, mama is bij je, ik ga hulp halen, ik hou van je. Ja, wat zeg je allemaal? Gewoon helemaal, toch heel, heel erg angstig. Ik was heel erg angstig en heel... Gewoon echt heel erg van, ik ga mijn kind verliezen. Dit gaat niet goed, ik ga hem verliezen. Er stonden mensen buiten te wachten om mij op te vangen. De twee zusters, die zeiden van, nou, kom maar meneer Willemsen. En ik werd inderdaad, ik was overstuur, uiteraard. En het keurig is inderdaad naar Sjoerd toe gebracht. En daar werd verteld van, nou, zo en zo, het is... hij is er niet meer. Ja. Ja, hem schoongemaakt en vastgehouden. En gehuild en... Ja, wat doe je? Ik bedoel, je kind is dood. En ik heb heel erg gehuild en ook ja, verslagen. Zo van, nou, hoe, vooral het feit van, hoe kan dit? Wat doe je nu? Je mag ons niet alleen laten. Gewoon dat die wanhoop van, ik kan je niet kwijt. We gingen ervoor. Nee, je komt die kamer binnen. En dan ligt hij daar, stil, niet meer lachen. Nooit meer lachen. Sjoerd overlijdt 10 april 2000 aan de gevolgen van een gesprongen longader. Hij is 6 jaar geworden. Sjoerd overlijdt toch nog onverwacht. Er waren zoveel lichtpunten. Annemieke en Miranda waren beide geschikt als donor en de beenmergtransplantatie zou in mei plaatsvinden, een maand na Sjoerds overlijden. Sjoerd wordt opgebaard in het rouwcentrum tegenover de begraafplaats. Hier kunnen familie en vrienden afscheid van hem nemen. Dan breekt de dag van de begrafenis aan. We hebben dus met Renske samen de kist dicht gedaan. Dat hebben John en ik en Renske met z'n drietjes gedaan. Gewoon de schroef aangedraaid. En dat was gewoon wel heel erg moeilijk. Want dan besef je van, nu zie ik hem echt voor het laatst. John, Kobi en de meiden bezoeken elke zondag de begraafplaats. Vaak leggen de kinderen mooie tekeningen en speelgoed bij Sjoerds grafje neer. Dat Sjoerd. Eigenlijk is een vlinder een beetje het symbool voor Sjoerd, voor ons... Voor ons geworden. Een vlinder leeft ook heel kort. Een vlinder is ver weg ook dichtbij. Een vlinder is vaak heel erg mooi. Een vlinder is ook vaak symbool van kort leven. Dus eigenlijk is alles een beetje vlinder. Hoe was je relatie met God? Was je niet boos? Ja, ik snapte het niet. Ik snap het nog steeds niet helemaal. Maar je nam het God niet kwalijk? Nee, ik denk dat God ook heel verdrietig is. Ik denk dat God dit ook niet wil.
ik ben niet boos geweest op God. Wel weer heel verdrietig. Van, wat doet u ons allemaal aan? Wat doet u mij allemaal aan? Niemand wil zijn kind kwijt. En vooral niet op zo'n manier. En ik had meer zo'n gevoel van, ik snap er niks van. Ik snap er echt niks van. Waar denk je dat Sjoerd is? Ik hoop in de hemel. Ja. Ik kan niet beamen, maar... Als er een hemel is, dan is hij daar. Ja. En hoe lang duurt het voordat ik hem weer zie? Maar daarin is het geloof wel belangrijk voor mij. Dat ik zeker weet dat als ik doodga, dat ik hem weer zie. En dan hoop ik ook dat ik hem herken. En ondanks als ik 80 ben, dan is het zoveel jaar geleden. Maar dan hoop ik wel dat ik hem herken. En daar vertrouw ik ook op. I wish that I had one more chance to spend another day with you. And even though I know I can't, I'll see you in heaven. I'll see you in heaven. The only thing that hurts more than... Elke morgen ga ik het openbaar vervoer naar mijn werk. En het eerste wat ik doe is pak de trein. En ik sta altijd aan die kant van de trein. Ik weet altijd, de begraafplaats is aan die kant. En ja, eigenlijk is het gewoon een vast ritueel geworden. Echt van, ik ga naar mijn werk en ik weet van, oké, daar is de begraafplaats. Ik stap in, hoe druk het ook is. Ik sta altijd aan die kant. En ik zie altijd, voordat ik naar mijn werk ga, zie ik altijd het grafje. En dat we zo'n mooie steen uitgezocht hebben met een vlinder. Dus steekt hij al gauw, ook al staan de bomen in bloei. Hij steekt altijd bovenuit. Dat gevoel heb ik. Elke dag weer. Dat is mijn moment. Altijd. Welke plek heeft Sjoerd in jullie gezien? Ja, toch een bijzondere plek. Hij wordt, wat dat betreft wordt zijn naam nog dagelijks genoemd. Door, niet eens expres, maar gewoon onder het spelen. Van, er wordt Sjoerd zijn naam genoemd. Of dan gaan ze een tekening maken voor Sjoerd. Of wat vond Sjoerd het lekkerste? Nou, dat soort opmerkingen. Gewoon Sjoerd zit helemaal in hun leven verweven. Op een hele kinderlijke manier. Weet jullie nog wie die koeken ook zo lekker vond? Ja. Sjoerd. Sjoerd, hè? Het zijn Sjoerd de koeken. Lekker, hè? En Annemie koeken. En Renske. En Miranda koeken. Waar geniet je van? Van mijn gezinnetje. Van alles wat ik nog heb. En ik sta niet met lege handen. En ik heb wel een kindje verloren. Maar ik heb nog heel veel over. En dat leer je ook wel in de loop van de jaren. In het begin ben je alleen maar bezig met je verdriet. En bezig met overleven. En kost dat gewoon heel veel energie. En na verloop van tijd krijg je er ook wel wat interesse in andere dingen. En ik geniet wel heel erg van mijn kinderen. En van Sean. Gewoon van ons als gezinnetje. I live.